Je bent superleuk dat je weer kijkt naar een nieuwe aflevering Bloemschikken. Ik ben Carlijn Tukkers en ik leer jullie alles over bloemschikken. En vandaag gaan we aan de slag met een heel apart stuk. Zoals je ziet, ik heb de industriële ondergrond weer naast me staan. Hier is ooit een video mee opgenomen. Die was echt heel populair. Waren jullie heel enthousiast over. En vandaag gaan we een heel mooi voorjaarsstuk van maken. Dus ik heb er super veel zin in. Ik hoop jullie ook. Dus heb je er zin in? Doe alvast een duimpje omhoog. Ben je nog niet geabonneerd? Doe dat dan. Dit kost helemaal niets. Maar dat blijft ook voor alle leuke video's die ik maak. En dan gaan we nu gauw aan de slag. Pakket bestellen. Hieronder in de beschrijving vind je een linkje waar je het complete pakket kan bestellen. Of ga naar www.ulnaarbemis.nl, dan vind je het onder kopje cursuspakketten. We verzenden door heel Nederland, België en Duitsland, dus waar het er naartoe moet, we versturen het gewoon naar je toe. En dan gaan we nu gauw beginnen. Zoals ik al zei, hebben we een mooie ondergrond en we gaan hem mooi in het voorjaar opmaken. Daar heb ik ook super veel zin in, maar wel met een klein tintje na de winter, omdat natuurlijk het sneeuw en zo kan nog gewoon komen. Maar wel heel mooi met frisse voorjaarsbootjes en we gaan mooie materialen werken. Wel een lang houdbaar stuk, dus dat is heel leuk. En je kan hem heel vaak, we gaan er wel wat verse bloemen aan toevoegen, of die kan je eraan toevoegen. Maar die kan je ook heel makkelijk weer verversen, dus daar heb je er extra lang plezier van. Dat willen we natuurlijk. Allereerst gaan we even een basis maken. We gaan ze de bolletjes bevestigen. Maar de pin is nu natuurlijk best wel glad, waardoor het lastig is om ze goed te bevestigen. En we willen natuurlijk een apart stuk. Ik heb hiervoor deze takken, die zijn buigzaam, dus dat maakt het heel leuk. Eigenlijk worden ze zo, maar we gaan ze even op de kop verwerken. En dan gaan we de rest van de takken eromheen wikkelen. Dat doe ik ook met de grijze takken. Die zijn iets fijner. Ik zal ze even erbij pakken. Dat zijn deze. Die kennen jullie misschien wel. Die heb ik al vaker verwerkt. En die wikkelen ook omheen. Dus dat mag je als eerste gaan doen. Ik maak het vast met touw, want dan houden we alles mooi een beetje natuurlijk met het jute. En dat mag ook best wel gezien worden, dus daar mag je best wel een wikkeling van maken. De takken mag je er best wat losser omheen doen. En er zit ijzerdraad in, dus je kan het buigen. Zoals je ziet hebben we nu echt wel een heel leuke basis gemaakt. Heel speels door die takken zo door elkaar. En dat maakt het ook juist heel apart en kunstzinnig. En daar gaan we ook even verder werken. Vorige keer werkte ik met deze takjes in het bruin. En nu heb ik ze een beetje in het wit-grijs. Dus dat past weer mooi tussen die tinten hierin. En die gaan we ook op dezelfde manier ertussen werken. Hier zit al geen ijzerdraad in, maar geeft wel dat mooie effect. Ik vlecht het er al tussendoor. En ik zet het dan waar nodig even vast met een touwtje. Maar je kunt het nu ook al een beetje ertussendoor vlechten. Omdat in het andere zit dan ijzerdraad. Dus je kan het misschien ook daar gewoon tussen vastmaken. Je geeft hem daarmee ook net wat meer body.
Als je dat gedaan hebt en je hebt die basis klaar, dan kan je hem eventueel wel extra vorm geven. Ik heb hem hier bijvoorbeeld iets breder. Je kan hem eventueel iets in. Dat je hem daar zelf je eigen vorm aan geeft wat jij mooi vindt. Omdat het juist heel buigzaam is. Dus dan kan je gewoon even zelf kijken wat vind je leuk. Je kan hem bijvoorbeeld onder bollen maken en dan smallen. Of andersom. Dan heb ik deze leuke takjes. En die schuif ik er als het ware bij tussen. Die geeft ook weer een heel speels effect door die kronkel. En doordat je nou die basis zo leuk hebt gemaakt, kan je daarin verder bouwen. Waar nodig is, kan je het gewoon weer vastzetten met een touwtje of een ijzerdraadje. Maar als je de basis een beetje stevig hebt gemaakt, kan je hem ook mooi er zo tussen steken. Zoals ik al zei, gaan we de bloemen in verwerken. Dit doen we door middel van deze mooie luxe reageerbuisjes. En die kan je er eigenlijk gewoon tussen verwerken met een ijzerdraadje. Waar we straks dan de bloemen in gaan stoppen. Het leuke is natuurlijk dat je gewoon elke keer hier weer nieuwe bloemen in kan doen. Hou er wel rekening mee dat als je af en toe even het vaasje wilt verversen, dat je hem er ook wel makkelijk uit kan halen. Dat je hem niet te vast stopt. En ik vind het leuk om dit op deze manier te verwerken, omdat je dan juist die speelsheid houdt. Zo, de glazen flesjes hangen allemaal. Het lijkt nu al echt heel erg leuk. Straks breng je nog iets meer kleur aan toe door de bloemen. Je kan het natuurlijk ook in neutrale kleur houden, dat je een beetje in het wit houdt. Maar ik wil nog wel wat voorjaarsbolletjes aan toevoegen. Dus die verwerkt ook binnen tussen. Ik haal dan eventjes de potgrond van de voorjaarsbolletjes af. En dan hang ik die erbij tussen. Je kan natuurlijk voor verschillende bolletjes gaan. Ik vind het wel mooi om het wat sierlijker te houden met blauwe druifjes. Dus daarvan ga ik de potgrond eraf halen. Eventjes de wortjes schoorspoelen onder de kraan. En dan kun je ze heel leuk verwerken. Dat ga ik even doen en zie ik jullie zo weer terug. De voorjaarsbolletjes zijn helemaal schoon. Dus ik doe hier eventjes een touwtje omheen. Ik vind het wel mooi staan met het jutten. En dan bevestigen we het ook in het stuk. Maak gewoon even een wikkeling om het bolletje. Nou ja, dan kan je dat gewoon weer of aan de paal of aan het draad. Kan je het daar aan bevestigen. Ik vind het heel leuk om op deze manier een basis te maken. Dat je dan zelf eigenlijk van niets een ondergrond maakt. En zo op deze manier het bloemstuk helemaal zelf maakt. En ook zo'n apart stuk. En zo zie je maar dat iedereen het eigenlijk kan. Zoals je ziet zijn de bolletjes allemaal verdeeld. Je kan ze gewoon her en der verdelen waar jij het een mooi plekje vindt. En dan gaan we nu eventjes de buisjes vullen met water en daar de bloemetjes toevoegen. Dit is dan ook gelijk test of je het goed hebt vastgemaakt. Want door het gewicht van het water en de bloemetjes zakt het natuurlijk iets. Dat kan je ook doen met een klein gietertje.
Maar deze fles staat ook te koop in onze webshop. En als hij er weer op staat, dan wordt hij binnenkort weer gauw aangevuld. Dat is heel makkelijk in gebruik. Ik kies ervoor om verschillende soorten bloemen te gebruiken. En dit kan je in een wat fellere kleur. Dit kan in het roze. Ik vind het echt ook leuk bij het voorjaar passen. Maar je kan het natuurlijk in gewenste kleur doen. Je kan het ook in het wit doen bijvoorbeeld. En de bloemetjes verdeel ik her en der in de vaasjes. Nou, dit lijkt dus echt al super mooi, echt een kunstwerk zo. Maar ik wil net eventjes een extra voorjaar toevoegen door wat leuke vlinders toe te voegen. En dit zijn echt hele mooie, vind ik zo. Zijn ze. Nou, en die kan je gewoon verdelen op de plekken waar je ze wil. Soms zitten die clipjes een klein beetje los, dus daar moet je vaak wel iets voorzichtiger mee omgaan. Maar je kan ze ook altijd lijmen. Of echt gewoon los tussen leggen. Nou, ik vind het echt een toppetje. Een heel apart voorjaarsstuk. Waar je gewoon heel lang van kunt genieten. Omdat je hem elke keer kunt verversen. Zelfs aan de seizoenen kan aanpassen. Met kerstdeuren een paar kerstballetjes in. Ja, met straks een paar eitjes erbij in. Ook echt super leuk. Dus iets waar je lang plezier van hebt. En het is natuurlijk super leuk dat je die hele basis zelf eigenlijk hebt gemaakt. Dus heel erg apart wat niemand in huis heeft staan. Wil je dit pakket nu bestellen? Hieronder in de beschrijving vind je een linkje waar je het complete pakket kan bestellen. Of ga naar www.uonlinebemis.nl of vind je het onderkopje cursuspakket in. We verzenden door heel Nederland, België en Duitsland. Dus waar je ook woont, het komt gewoon naar je toe. Extra makkelijk in deze tijd. En ja, vond je het leuk? Laat even een leuke reactie hierachter. En laat ook vooral weten wat jij nog graag wil zien hier op dit kanaal. Ik heb heel veel leuke ondergronden ingekocht. Dus er komt nog heel veel leuks aan. En daar heb ik ook super veel zin in om dat met jullie te delen. Want ik word hier heel enthousiast van. Daarnaast hebben jullie nog van mij van vorige week een winnaar te goed. Die wat heeft gedeeld op Facebook of Instagram. Die komt hier in beeld. Gefeliciteerd. En je hebt een cadeaubon te waarde van 15 euro gewonnen. En mag contact met ons opnemen via de mail. Ja, en heb je iets gemaakt naar aanleiding van mijn video's deelt op Facebook of Instagram, dan maak je kans op een cadeaubon te waarde van 15 euro. Dat is super leuk. En ik vind het heel erg leuk om te zien wat jullie allemaal hebben gemaakt naar aanleiding van mijn video's. En of het nou is met een pakket van mij, of dat je zelf iets leuks hebt gemaakt, deel het gewoon lekker en ja, inspireer elkaar en deel jouw positiviteit. Want dat is natuurlijk super leuk in deze tijd. Goed, ik wil jullie bedanken voor het kijken en dan zien we bij de volgende keer weer. Doei!